Je kijkt nu mee met de live bezichtiging van Ellen Mouthaan, Ellen Mouthaan Makelaardij, op de Anton Mouwverlaan 5 in Bussum. Zie je nou deze live video achteraf op onze website of op Instagram staan, dan kun je natuurlijk ons altijd vragen stellen, kun je reageren overal op. Kijk je live mee en heb je een vraag, dan kun je natuurlijk ook nu die vraag stellen. En dat kun je doen door onderaan in de comments die vraag te stellen. Als het goed is, zie ik hem. Als ik hem niet zie, is er een collega van kantoor die ook meekijkt. En die kan dan de vraag beantwoorden. Of je kunt zelf op een later moment nog die vraag stellen. Nogmaals, ik sta in het Bredingskwartier bij de Anton Mouwverlaan. En ik ga even de camera omdraaien. En dan zie je niet het huis, maar dan zie je de overkant. Anton Mouwverlaan in Bredingskwartier is echt een hele mooie straat. Met hele mooie, majestueuze bomen. En in de voortuin van dit huis staat een fantastische, mooie, grote vliegden. Wat heel mooi is aan deze bomen, is dat ze een heel mooi diffuus licht geven. Ze zijn beschermd, dus je kunt ze niet zomaar weghalen. Nou, ik sta op de stoep en je kunt meteen al zien dat er een grote afstand is tussen de stoep en het huis. Dus je hebt heel veel privacy. Er is hier gekozen voor een hele kleurrijke begroeiing met hortensia's. Ik loop even hier een stukje door en dan kom ik bij het pad. En dan kan ik jullie even het huis heel goed laten zien. En dit is eigenlijk hier ook weer een spirea. Dus het zijn echt allerlei bloeiende planten. Heel verzorgd. En dat is niet alleen voor de voortuin, maar ook voor het hele huis is heel, heel verzorgd. We hebben het huis bouwkundig laten keuren. En het enige wat eruit komt is de kitrand van de douche. Nou, die is ondertussen ook al vervangen. Want deze eigenaren hebben hier altijd met heel veel liefde en plezier gewoond. En zijn toe aan de volgende stap in het leven. Nu de kinderen de deur uit zijn. We kijken nu naar de voordeur. Maar ik ga jullie nog eventjes wat verder naar boven wat meer laten zien. En dan zie je ook dat het huis strak in de lak zit. Een jaar geleden geschilderd. Allemaal heel netjes gedaan. Nou, heel leuk is hier ook die erker aan de voorkant. Het huis heeft een energielabel C. Nou, dus ook natuurlijk overal dubbel glas en op sommige plaatsen zelfs, zeg maar, triple glas. Heel goed in de verf en heel veel leuke originele details. Als je naar Anton Mouwverlaan 5.nl gaat, dan zie je ook een video en dan zie je dat dit raampje die open kan. We gaan naar binnen, ook zo'n voordeur. Ja, heel leuk, heel rijk. En dan komen we in de vestibule. En in die vestibule zie je meteen de originele granito vloer. Dit huis is echt een hele mooie mix van eigentijds en originele details. Deur. Ja, dan ga ik letten op alle details. Kijk hier even dit lijstwerk rondom die deur. Dan kom je in de hal en ook hier weer een hele mooie granietovloer, trapopgang, alles netjes. Hier zit de deur van het toilet. Nou, kom je kijken en laat ik of even mijn collega's je het huis heel graag zien en ook het toilet. Ook hier weer een mooie originele deur. Ik loop even naar achteren, dan kun je even goed zien. Ik video trouwens niet met een groothoeklens, met de gewone lens van de iPhone. Dus zoals het nu is. En vaak zeggen mensen in de praktijk als ze komen, oh, het is groter dan op de live. Nou, vanuit deze hal kunnen we naar de keuken, naar de voorkamer en naar de achterkamer. Het is een kamer en suite. Nou, dan zien we dat wel meer. Maar dit is een kamer, ja, drie kamer en suite kun je eigenlijk zeggen. We hebben hier de voorkamer. Die is bij deze familie is die in gebruik als een eetkamer. Het is allemaal heel licht. Het is natuurlijk nu een beetje een grijze grauwe dag. Maar het is een hele lichte kamer. Dat komt door die erker. Ik stond net bij die voortuin, in de voortuin. En met dat zicht. En ook hier, je hebt heel veel privacy. Je kijkt niet op auto's. Je kijkt gewoon lekker in het groen. En de overburen zijn ook ver weg. Dus veel privacy. Nou, vaste kasten, boekenkasten. Een pakketvloer. En die zit in alle deze drie die kamers. En wil je hem wat lichter, dan zou ik even met de pakketteur overleggen hoe je hem lichter kunt krijgen. En wat ik al zei, drie kamers en suite. En dit is dan de en suite, de deuren naar de zijkamer. Nou, dit gezin heeft drie kinderen die allemaal uitgevlogen zijn.
En die werd ook gezegd, oh, hoe fijn, al die vertrekken. De een wil dit, de ander wil dat. We zijn allemaal bij elkaar, maar toch iedereen, we hebben geen last van elkaar. Minder ruzies. Grote vaste kasten. En overal mooi hoog plafond. Hier ook weer deuren naar buiten. Die zijn ooit een keer vervangen. En die gaan dus naar de zijtuin. Dat is de tuin eigenlijk waar weinig zon komt. Maar dat is niet zo erg, want dat wil je soms ook wel hebben. Dus dit is de zijkamer. En met een raam aan de voorkant. En grote ramen. Het is echt meer haast een serre dan een zijkamer. Nou, dan hadden we hier dus de eetkamer. Ja, misschien dat je al zegt, ik ga die functies veranderen, want ik heb ook nog een woonkeuken. Dat kan. Ik zit natuurlijk niet vast aan deze indeling. Hier ook een grote vaste kast. En dan kom je nu in de zitkamer. Hadden we aan de voorkant een erker, aan de zijkant hebben we ook weer een erker. Kijk, die zit hier. Alles netjes afgewerkt, glad gestuukt. Het is strak in de lak, echt, ik kan niet anders zeggen. Het is allemaal heel erg verzorgd. Daar zie je de poort. Komen we straks buiten. En hadden we in de zijkamer openstaande deuren naar de zijtuin. Hier hebben we openstaande deuren naar de achtertuin. Die hou ik even dicht, want het waait een beetje. Dus dan gaan we dadelijk via de keuken gaan we naar buiten. Nou, dit is een hele grote stoel. Dit is echt zeg maar, zo'n love seat, anderhalf zit. Dus het is echt een hele mooie, ruime kamer. Hier met de open haard. Nou, je ziet het hout liggen. Dus hier wordt lekker gestookt op zijn tijd. En ook weer vaste kasten. Netjes ingebouwde spotjes. En, wat ik ook altijd heel erg fijn vind, loop ik even deze kant op, is een originele schilderijlijst. Ja, ze waren nog niet zo gek vroeger. En ook hier weer, dus ensuite deuren naar de voorkamer. Met mooie facetgeslepen ramen. Kijk hier. Dus dat, ik weet niet of je dat goed kunt zien. Ja, een beetje denk ik. Facetgeslepen. Dus je kunt de voorkamer, de achterkamer en de zijkamer dus van elkaar. Ja, je kunt die dichtmaken. Als je dat wilt. Nou, met opgroeiende kinderen is dat helemaal niet verkeerd. Dan tegenover me, hier, heb ik een deur naar de kelder. Ook die laat ik je graag zien als je hier ter plekke komt kijken. En dan lopen we naar de keuken. Kijk eens even, wat een ontzettend lang aanrechtblad. Dit is echt een hele praktische keuken. Die is echt gewoon, ja, dit is echt een werkkeuken. En ja, deze pitcooking, je hoort het ook trouwens, stenen blad. Pitcookingen zijn dus de kookpitten zijn verwerkt in het blad. En heel veel bergruimte. Natuurlijk een koeker. Ik heb het even net een glaasje water gedronken, dus mijn glas staat hier. En toen zag ik ook dit, dat is misschien ook even leuk om te laten zien, dat deze keuken is met hand op maat gemaakt. Je hebt hier een la, ik weet niet of jullie het kunnen zien. En dan heb je hier dus nog een la. Dus ze zitten gewoon, het is heel erg, ja, op wensen van de verkopers, die hebben deze keuken zeg maar handgemaakt laten maken, is die helemaal ja, zoals zij dat willen. Dus heel veel werkruimte. Hier wordt straks lekker een Frans stokbroodje gegeten, denk ik, bij de borrel of bij het eten. En gewoon prettig. Ook nog een stoomoven trouwens, Miele. Dus dat is ook allemaal heel erg fijn. Dan hier, wat zorgt nou voor dat daglicht? Dat is die grote lichtstraat die hier zit. Dan kun je meteen even naar boven naar de dakkapel kijken van de zolderverdieping. Hele mooie eetkeuken. Hier staat nu een grote tafel. Nou, er kan nog een grotere tafel staan. Dus wil je hier met 8 mensen zitten, kan dat prima. Heel veel ramen. Dus ramen die uitkijken op de tuin, op het zuidwesten. Ja, echt. Het is jammer dat de zon niet schijnt. En dan zie je hoe licht het hier is. We hebben ook op Anton Bouvelaan 5.nl een video staan. En daar zie je hoe de zon schijnt rond het middaguur in de tuin. Praktisch. Ook weer hier trouwens. Kijk eens naar die leuke details. Het zit er nog in en het is allemaal strak in de lak. Hoe fijn is dit?
een achteringang, een soort bijkeuken met een wasmachine, droger, ruimte voor een magnetron of een ander apparaat wat je wil hebben en de achterdeur. Dus in de winter, die kids die kwamen hier naar binnen en dan hadden ze hier de kapstok voor hunzelf en vooraan bij de vestibule, daar zit de kapstok voor de gasten. Hoe praktisch is dit? Nou, misschien dat je zegt, ja, ik wil die kapstok wegwerken. Nou, dan maak je hem dicht, dat kan. Maar zo'n bijkeuken is natuurlijk wel heel erg fijn. En kijk eens hoeveel bergruimte. Hier hebt allemaal lades. En natuurlijk voor de rest compleet met alles erop en eraan, inclusief een koeker. Ik ga eerst met jullie naar buiten en dan ga ik met jullie naar boven. Nou, wat ik al zei, de tuin is gelegen op het zuidwesten. Heel zonnig. Dat is fantastisch. Dat zie je nu vandaag helaas niet. Maar nogmaals, kijk naar de video, dan kun je het zien. En als ik nu naar achteren loop, dan zie je al eigenlijk geen enkel huis. Kijk, wauw, geen enkel huis. Dan loop ik naar achter in de tuin. Ik loop verder door. Hierachter is het nog een eenvoudig verstopt houten schuurtje. Kijk hier, Jack, hier zit nog een houten schuurtje. En draai ik de camera om. En wat zie ik? Alleen dit huis. He, als ik hier, waar dus deze hangmat staat, moet ik eigenlijk zeggen. Niet hangt, maar staat. He, als ik hier ga liggen, kan eigenlijk niemand kijken. Je hebt ontzettend veel privacy. En dat is wel heel erg bijzonder. En dat komt door de grote bomen. He, en de afstand die je hebt tot de achterburen. En de hele... De tuin, het perceel is ook 629 vierkante meter, dus echt groot. Nou, hier zit een garage. En aan de garage zit hier een stellage. Hè, en dat is voor een zonneluifel, waardoor je dus eigenlijk een buitenkamer creëert. Dus je hebt een buitenkamer, als je dat wil, door de zonneluifel omlaag te doen. En zeg je, nee joh, ik wil lekker in de zon zitten. Dan hou je het gewoon zoals het nu is. Hier dus die keuken. En je ziet het, als je het heel goed kijkt, ik had het van boven laten zien. Het is een groen dak. Er zitten plantjes op, dus dat is echt ook duurzaam. Energielabel C hier. En dan zit hier de deur naar de oprit, naar buiten. Kijk, en hier kom je dus weer vooruit, daar. En je ziet dat je hier echt makkelijk 2, misschien wel 3 auto's kwijt kunt. Wil je nou per se die auto in de garage hebben, dan kan dat ook. In de praktijk zul je dan dat bankje daar weg moeten halen. Maar het kan gewoon nog wel. Het is geen probleem. Hè? Als je zegt, ik heb een mooi oud autootje en dat wil ik in de garage, dat kan. Dus ook hier, als ik nu hier weer sta, ik draai gewoon even om. Kijk eens hoe ontzettend veel privacy je hier hebt. Het is echt onvoorstelbaar. Nou, dus vanuit de tuin openstaande deuren naar de achterkamer. Ook openstaande deuren naar de keuken. En dan heb je daar nog die deur naar die bijkeuken. Dat is natuurlijk de deur die in de winter het meest gebruikt wordt. En dan hoef je niet via de keuken. Goed, we gaan naar boven. Dat is de begane grond. Op Antonmouwenlaan 5.nl vind je trouwens ook de platte gronden allemaal van het huis. Wel zo prettig. En dus een video, 360 graden tour en nog veel meer andere interessante dingen. We komen weer in de hal met die mooie granito vloer voor degenen die wat later ingelogd zijn. De vestibule, trap met hele mooie details en dan loop ik naar boven. En dit is wat we dan noemen een bordestrap. Dat wil zeggen het is een stuk rechte trap en met een plat stuk. En dan weer een paar treden. Mooie vloerafwerking hier, hout. Kijk. En hier hebben we 3 kamers. Ik begin bij de kleinste kamer. Prima kinderkamer. Of werkkamer, wat je maar wil. En wat ik al zei, groen dak. Kijk hier naar buiten. Kun je zien. Ook hier trouwens weer. Allemaal dubbel glas. Kijk, het is een groen dak. Een sedumdak. En dat is natuurlijk goed voor de waterhuishouding. En ook hier zie je, kijk, je privacy. Is echt fantastisch hier. Vind ik dat je in deze buurt
is echt wel en wel meer, maar ik vind deze wel heel erg veel privacy hebben. En dan heb je hier een grote slaapkamer. Aan de achterkant. Dit is niet de grootste slaapkamer, die zit aan de voorkant. En openstaande deuren weer naar het balkon, net als hiernaast. Een vaste kast. Nog een vaste kast. En als je een beetje kunt voorstellen hoe het huis aan de voorkant eruit ziet, dan weet je dat dit een schuine kap is met een soort dakkapel erin. En dat is hier. Dit is een origineel zitbankje. Kijk eens. Dat is wel heel erg schattig. En ook hier is alles strak in de lak. Wanden zijn netjes afgewerkt. Prima. Kijk hier naar boven. Ook nieuw plafond met spotjes erin. Kijk. Goede houten vloer overal erin. En wat ik altijd zelf heel fijn vind is overal dezelfde vloer. En niet de ene kamer heeft die vloer en de andere kamer heeft die vloer. Gewoon consequent doorgevoerd. Ook hier weer die trap. Die mooie details. Alles strak in de lak. Ja, ik blijf het zeggen. Misschien overdreven. Maar het is echt wanden strak. Gewoon heel netjes. En dan heb je hier de grootste slaapkamer. Nou, hier staat een mooie grote kast. En ook hier weer twee vaste kasten. Met daartussen een bankje. En weer dat bankje wat je ook in die andere kamer zag. Nou, hier heb je een raam wat uitzicht geeft op de straat. Hele kinderrijke buurt. Voor degene die de buurt wat minder goed kennen, is echt heel kinderrijk. Verschillende scholen in deze buurt. Dus ja, fantastisch. Dit gezin heeft ook jarenlang in deze buurt gewoond. Dan hebben we hier aan de voorkant de badkamer. Wastafelmeubel is brand new. Men was niet van plan om op zo'n korte termijn te gaan verhuizen. Maar goed, dat wil ook zeggen met hoeveel liefde en zorg er in dit huis gewoond is. Granietvloer wederom, kijk. En dan hebben we hier een inloopdouche. Een goede inloopdouche, kijk hier achter. En een badkamer met een bad. Vind je een bad belangrijk? Dat is er ook, want dat is boven. De tweede badkamer heeft een lichtbad. Nou, dan hebben we hier de overloop. Lekker groot. En dit vind ik ook altijd zo leuk. Zo'n kijkgat dat je naar beneden kunt kijken. Kijk, zie je? Ik even mijn camera goed draaien. Zo, kijk, de lens goed zit. Ja, dan kunnen jullie het zien. En zo'n schalmgat noemen ze dat. Dat je naar beneden kunt kijken. Gaan we weer met een bordestrap. Dit is een dubbele bordestrap. Kijk, hier heb je een bordesje zitten. Twee treden. Dan lopen we rechtdoor naar boven. Dan hebben we weer een bordes. Ja, dus dat anders dan al het gedraaien met die trappen. Dit zijn echt rechte treden. Hier op de overloop weer een ruime overloop. Weer diezelfde goede houten vloer. Ja, dat geeft gewoon rust in een huis. Ook hier weer originele deuren. Hier nog met een glas in lood. Ja, allemaal netjes afgewerkt. En aan de voorkant een dakkapel die dus uitkijkt op de straat, op de voortuin. En dit is echt een hele mooie kamer met een tweepersoonsbed erin. Heel veel ruimte. Er is in het verleden ooit een vergunning aangevraagd voor een dakkapel aan de zijkant. Die is toen afgegeven, maar die is er verder niet opgezet. Maar daar worden geen problemen in verwacht als je dat ook zou willen. Nou, dus dit is het bedgedeelte. Maar draai ik me nou om. Want ik kom een beetje midden in die kamer binnen. Ja, dan zie je dat er aan die kant nog een bureau, maar ook nog een kast staat. Dus dit is echt een hele mooie grote kamer. Kijk. Ja, dus het is echt. Dit is de slaapkamer aan de voorkant. De zolderverdieping. Echt gewoon groot. Daar nog een stukje vaste kasten. En er staat een groot tweepersoonsbed in. Dan hebben we nog een slaapkamer op deze verdieping. Ook weer een grote kamer. Kijk, daar zit nu geen bed in. Dat is nu een. Ja, wat zei, de kinderen zijn hier uitgevlogen. Maar je kunt je voorstellen dat je hier makkelijk een tweepersoonsbed in kunt. Of een eenpersoons, wat je wil. Dat kan hier prima staan. Hier het schoorsteenkanaal nog van de open haard van de begane grond. Die zie je ook hier.
En ook dit is allemaal netjes afgewerkt. Velux dakraam. Netjes, kijk bij de buren. Er zit ook een grote vliegden in de tuin. En hier kun je zien de afstand tot de achterburen. Ik denk dat jullie het wel kunnen zien. Ik zal even het raam even openmaken. Oeps, dan kun je het iets beter zien. Kijk, zo ver zitten de achterburen. Dus dat geeft die privacy. Dus je hebt echt heel veel privacy. Kijk, nu gaat het een beetje stormen. Deze dicht doen. Ja. Goed, dus dit is de tweede slaapkamer. Die andere is net een slag groter, maar dit is ook een prima slaapkamer. Kinderkamer, logeerkamer, werkkamer, tweepersoonsbed. Het kan erin. Dan op de overloop heb je ook nog de deur naar de badkamer. Ook dit wastafelmeubel is brand new. Wat hier staat. En hier heb je dus, wat ik al eerder zei, een lichtbad. Dus heb je kinderen en zeg je, joh, weet je, er moet in bad. Nou, dan heb je hier dat lichtbad met een douchegedeelte, een plat gedeelte. Kijk hierin. Kun je zien, een plat gedeelte in. En daar kun je dus in douchen. Netjes afgewerkt. Wanden strak. Toilet natuurlijk, is het derde toilet in het huis. Dakkapel. En wat ik al eerder zei, begin dit huis is bouwkundig gekeurd. Dat doen wij in principe bij alle huizen die wij verkopen. En dit huis kwam eigenlijk als enige uit de kitrand in de douche op de eerste verdieping. Nou, die is al gedaan. Het is gewoon heel erg goed en netjes onderhouden. Hierboven zit nog een kleine bergvliering. Die kun je daar zien. Die telt natuurlijk niet mee in de woonruimte van 216 vierkante meter. Ik loop nu met jullie rustig aan het huis weer. Helemaal terug van boven naar beneden. Heb je een vraag? Kijk je live mee. Stel hem, dan zie ik hem in principe hieronder. Dus op de zolderverdieping. Daar hebben we een goede kamer aan de achterkant. Groot, ruimte voor tweepersoonsbed, kast, bureau. Wat je maar wil, dat kan er allemaal in. Dan hebben we nog een slaapkamer die net een slag weer groter is. Zeg je nou, ik moet per se 3 slaapkamers op deze eerste verdieping hebben. De vierkante meters zijn er. Dat is niet het probleem. Dat is een kwestie van iets anders indelen. En dan kun je hier 3 kamers maken als het moet. Maar er zijn nu 2 hele mooie kamers. Hierboven een bergvliering. En dan de badkamer. Met het lichtbad. Hier met een douchegedeelte, plat gedeelte. Grote dakkapel aan de achterkant. Lekker licht, zoals het hele huis heerlijk licht is. En toilet en natuurlijk een handdoekenradiator. Dan ga ik via de bordestrap, dus met tussenstukken, dat noem je een bordestrap. Ga ik naar beneden en dan zie je ook weer, oh ja, ik kan hier ook nog even naar beneden. Kijk, je kunt helemaal naar de, als je kunt zien, ja, daar beneden die streepjes, helemaal onderin. Helemaal onderin, dat is dus de hal op de begane grond. En dat is ook zo'n schalmgat, dan kun je door naar beneden kijken. Een rechte trap. Trappen zijn nooit zo interessant. Even nog wat over Bredische kwartier. Is natuurlijk voor degenen die het wat minder goed kennen een fantastische buurt. Je zit op fietsafstand van het station. Je zit heel dichtbij de A1, maar je hoort hem hier eigenlijk niet. Dichtbij winkels, verschillende scholen in de buurt, op loopafstand. Dus dat zijn allemaal hele positieve positieve zaken. En heel veel gezinnen met kinderen. Natuurlijk wonen mensen als deze mensen die hier al heel lang met hun kinderen hebben gewoond. En nu een volgende stap gaan nemen. Want de kinderen zijn uitgevlogen. Hier weer ook die vloer. Alles netjes in de lak. Alles netjes gestuukt. Het ziet er super strak uit. Eigenlijk zei ik bij dit huis, geef je eigen look en feel eraan. Zeg even, joh, weet je, dit wil ik hier, die kleur, ik wil een ander kleurtje op de wand. En eigenlijk kun je er gewoon aan de bak. Kun je gewoon gaan verhuizen. Je hoeft hier niet, zeg maar, te klussen als je dat niet wil. Echt niet nodig. Alles strak. Het balkon loopt over de hele breedte van het huis. Hier weer een blik op die achtertuin op het zuidwesten en op dat sedumdak wat daar ligt. En de garage, nou die laat ik je graag zien als je hier komt kijken. Ik of even mijn collega's. Met nog een vlieringje erop. Daar kan gewoon een auto. En er moet geen grote SUV in, maar daar zit een klein voor. Maar wel een gewoon klein leuk autootje kan daar zeker in. Hier zo'n gezellig bankje. Kun je voorstellen dat je hier een kind hebt wat hier slaapt. Wat hier
gewoon lekker kan chillen, hè, met vrienden of vriendinnen. Hebben we hier aan de achterkant nog een hele prima kinderkamer, nu in gebruik als werkkamer. Hè, kattenluikje voor als je een kat hebt. Hè, en ook weer zicht op de tuin. En alles weer netjes afgewerkt. Nieuw plafond met spotjes erin. Kijk. Heel verzorgd. Alles is verzorgd. De badkamer hier nog even snel. Ik zie dat ik al even bezig ben. Het is natuurlijk ook een groot huis. 260 vierkante meter. En een grote tuin. Dus dan zijn we ook altijd even bezig. Hè? Badkamer. Vaste wastafelmeubel. Brand new. Toilet. En dan hier een hele mooie inloopdouche. Bad dus boven op de tweede badkamer. Als je een badderaar bent. Nou, dan loop ik verder naar beneden. Weer een bordestrap. Dus met een plat stuk erop. Ho, dan gaat mijn camera even raar doen. Die denkt, wat ben je aan het doen? Even recht hangen. Kijk, hier zie je dus gewoon een rechte trap. Dat is natuurlijk altijd wel heel erg praktisch. Makkelijk beloopbaar. Goede grote treden. En dan kom je in de hal. Met hier de vestibule. Met de voordeur. Met het raampje dat open kan. En dat kun je op mauvelaan5.nl zien op het videootje. Dat die inderdaad open kan. Dit heel leuk. Dit raampje hier. Ook dit allemaal strak afgewerkt. Dan hebben we hier de voorkamer. Nu in gebruik als eetkamer. Erker. Dit huis heeft dus twee erkers. Eentje aan de voorkant en eentje aan de zijkant. Alle twee origineel. Een driekamer ensuite met hier een zijkamer. Hartstikke leuke tv-kamer, speelkamer, werkkamer, noem maar op wat je wil. En de deuren kunnen allemaal dicht. Dus dat voor gescheiden woonfuncties is dat natuurlijk ideaal. Als een kind wil, het ene kind wil dit en het andere kind wil dat. Of zelf wil je gewoon even gezellig met vrienden kletsen. En de kinderen willen wat anders doen. En je kunt met elkaar in contact blijven. Maar je kunt ook zeggen van, joh, weet je, ik gooi die deuren even dicht. Hier de zitkamer. Grote stoel. Hè, zo'n love seat. Ruim. Groot op het licht. Hè, met die erker aan de zijkant. Inbouwspotjes, schilderijlijst, open haard. Kelder hier tegenover. Laten we je graag zien. En dan die fantastische grote keuken. He, met pitcooking. He, dus de kookpitten zijn in het blad verwerkt. En je hoort het ook. En dat is een heel mooi systeem, vind ik dat. Netjes afgewerkt hier. En dit is allemaal hout. Dus wil je het een andere kleur, nou, dan laat je het in een andere kleur schilderen of spuiten. Is aan jou. Daglicht via de koepel, de lichtstraat moet ik eigenlijk zeggen. En dan hier de wasmachine en het droog. En die staan ook iets hoger. Dit is heel fijn, dus je hoeft niet altijd maar te bukken. En vooral als dat wat smaller is, het super, super, super handig. En een deur met glas en lood erbij naar buiten. Dus drie stel openslaande deuren. Vanaf de zijkamer, de achterkamer en vanaf de keuken heb je openslaande deuren. En heel erg licht en zonnig allemaal. Kijk, hoppa. Buiten. Laat ik nog even zien voor degenen die later ingelogd hebben. Aangehaakt hebben, moet ik zeggen. Kijken hoe het zit met die privacy. Zonlegging, top hier. Top. He, ik loop naar achter in de tuin. 690 vierkante meter is het perceel. Draai ik me om. Kijk. Helemaal fantastisch. Goed. Ik ga de camera even omdraaien. Nou. Veel mensen hebben meegekeken, super. Wil je nou een afspraak maken, neem dan even contact met ons op. Heb je vragen, neem contact met ons op. En
Ik of een van mijn collega's ontvangen je heel graag hier. Meer informatie op antonmouwvelaan5.nl. En maak je een afspraak voor een bezichtiging. Dan krijg je ook het Move dossier. In het Move dossier zit onder andere de bouwkundige keuring, energielabel, vragenlijsten, lijst met zaken enzovoort, enzovoort. Alle informatie die je verder nodig hebt, hè, om tot een beslissing te komen. Ik ontvang je heel graag hier. En over een half uur gaat mijn collega live in de vesting op de Bussemerstraat 31. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer!